voorbij komen. De mannelijkheid zit niet meer in de baard. Ik zag wat hadden we nou 10 dames in de vereniging. Ging ik daar iets voorbij? Ja. Ja, ik heb ook een op rij gezet. Ja, 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 super. 10 van de. Van de 41. Van de 41. Dat is mooi, de acties van. Sorry, ook dat er niet meer als 5 aanwezig zijn of zo. Ja, dat is zo'n afspraak, ja. Ja, mooi. Het is een mooie afwisseling, mannelijk en vrouwelijke energie, dat hebben we allemaal, maar echt, je ziet mannen en vrouwen, dat is een goede mix altijd. Voor ons ga ik je wel. Nou, mooi. We gaan eerst even met onze ogen dicht zitten. En toen je net zat, voelde je toen je hele lichaam helemaal zo van top tot teen. Voel je een gedeelte of voel je het niet eens, zie je het alleen in gedachten. Dus probeer op die manier het hele lichaam te voelen. Neem de deur maar uit. Ja. Ik denk dat de ervaring volledig verandert. Het is echt een totaal andere ervaring. Dat ben je ook meteen in je kie. Probeer eens terug te gaan naar hoe je daarvoor stond. Probeer totaal anders. Dus het is een vaardigheid om dat te kunnen. Die vaardigheid kun je trainen. Dus het is de manier om op te hebben. Zo. Ich bin zum Schild. Roll up.
chich, hach, ni, ni, san, shi, ro, ro, chich, hach, ich, ni, san, shi, ro, ro, chich, hach, ni, ni, san, shi, ro, ro, chich, hach, ich, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ni, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ich, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ni, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ich, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ni, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ich, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ni, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ich, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ni, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ich, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ni, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ich, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ni, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ich, ni, san, shi, go, ro, chich, hach, ni, ni, san, shi, go, ro, chich, hach. Each me, some she go. 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 Each me, some she go.
Chi. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ro. Ro. Sich. Hatsch. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ro. Ro. Sich. Hatsch. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ro. Ro. Sich. Hatsch. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ro. Ro. Sich. Hatsch. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ro. Ro. Sich. Hatsch. Door, zodat je met je schouder op de grond bent. Dan krijg je even de rol. Zo ver mogelijk doorgaan. Ja.
Ontstaan op een bepaald moment. Als je nog vierkant bent, zal het niet zo snel gaan, maar als je steeds verder gaat, dan ben je eigenlijk al in de rol bezig. Ja, dat is dus eigenlijk wat je doet. Het zijn helemaal zo erin. Dan ga je eigenlijk rollen. Dus als je dit doet, je denkt nog steeds, en ik moet rollen, van ik ga erin en dan ga ik rollen, zeg maar. Ja. Dat doe je dus eigenlijk niet. Dus je rolt jezelf zo klein op. Vanzelf de rol begint, zeg maar. Stabiliteit in de rol. Stabiliteit. In mijn rol.
steeds die hele kleine puntjes van het onderhoud op de goede manier te oefenen, wordt die moeilijkere rol onder mijn binnenband. Je hebt moeiteloos zijn. Moeiteloos zijn. Ja. Ik heb meer vertrouwen dat ik steeds je centrum weer hoger op de grond te krijgen. Wat is dat vertrouwen dan? Ja, misschien is het wel angst in de rol te maken, maar zo met mij dan met name dat ik omhoog kom. Omhoog, ik kom met vier armen verder. En dan merk ik dat meer op mijn schouder. En om mijn beeld recht te houden in plaats van dat ik me weer rondmaak. Dus ik heb het ook echt heel erg nodig om te oefenen met het rondmaken, zeg maar. Mm. Ja. Ja, het is ook echt een soort veiligheid als je geworpen wordt, zeker als het sneller gaat, dat je gewoon wel goed die vorm aan en die ronde vorm. Als je maar iets laat verslappen, dat komt ook mannelijk, daar komt de impact ook. Dus dat wennen van nee, ik kan gewoon, ik kan mezelf in panzer, is niet een goede woord, maar wel in echt een hele stabiele, veilige houding brengen voor mezelf. Geworpen, ik kom allemaal krachten los, maar ik maak gewoon heel stevig in alle richtingen. Echt extend key, dus, ja, dan kan ik gewoon eigenlijk zo rollen. Ja. Hoe is het zonder baard, Rob? Ja, ik ben door wissel. Kantelpunt is. Kalibreren. Nou, mooi. Ga maar staan, zie je wel. Dan moet ik een oefening doen. Dat vertelde Sensei mij een keer. En ik zie hem eigenlijk dat we altijd doen. Dat is wel handig om te weten. En dat is echt een oefening om je C2C te ontwikkelen, de centrale as. En daarvoor is er ook een oefening dat je het in twee delen deelt. Dat je eerst de eerste kant beweegt naar die andere kant en dan allebei. Dat je echt dat gevoel gaat krijgen dat je dat kan, zeg maar. Dat je dat echt de ene kant en de andere kant beweegt. En hij deed het met de Sayakata. Wat hij eigenlijk uitlegt is, je hebt twee kanten en die ene kant die valt tegen die andere aan. Dat is steeds wat je voelt. Iets, dus bam, dan valt hij er tegen. Iets, nee, iets, nee. Dat is eigenlijk steeds het gevoel wat je hebt. Je gooit die ene kant tegen die andere. Daarna gaat hij eigenlijk naar de andere. In plaats van dat je zo doet. Iets, nee. Ik test hier. Ja, ziet het wel gebeuren. Iets, nee. Oh ja. Iets, nee. Pam. Het zit gewoon echt een hele goede as. Je gooit echt die ene kant. Pam. Tegen die andere aan. Dat je dit krijgt in je beweging. Daar moet je het mee doen. Dat is mijn uitspraak. Probeer daarmee te oefenen. Zeg maar. Dat je echt voelt. De ene kant tegen die andere. Op je eigen manier. Dan ben ik hoe dat gaat. Dus de ene helft van je lichaam valt tegen de andere helft van je lichaam. En dan vergeet je dit helemaal, dan heeft hij zijn as gecreëerd, dus die zak is het bedoeld dat je weghaalt. Geen as. Denk aan carnaval. Dat is alles weer weg. En dan gewoon doen zoals je het gewend was te doen. Dus terug naar jouw manier en niet doen. Ich, ni, sam, chi, go, wok, sich, hak. Ich, ni. Ik dacht wel dat het niet goed was, maar dat kan ik. Ik voelde wel goed. Ja, waarschijnlijk denk je dat ook, dat voelt wel goed. Naar dat gevoel.
Lukte dat net? Op het einde een beetje, maar moet je merken. Ik heb wel zeggen met die ballen zo, hè. Ik wijs bij de 3 ballen mee staan te neer en laat het vallen. Oh, en dan gaat die weg, zeg maar. Mm-hmm. Dat is echt dat gevoel daar. Oh. Hich, ni, sam, shi, go, ok, sich, hach. Het is een man niet, hè. Het is onze man niet. Het is echt... Dat is een Brabant, zeg maar. Dat is man niet, dat is Brabant. Ja. Het is echt... Wow, wat gewoon er tegenaan valt. De ene kant valt echt er tegenaan. Hich, ni, sam, shi, go, ok, sich, hach. Hich, ni, sam, shi, go, ok, sich, hach. Veel meer kernstabiliteit. Hè? Een klein beetje dit. De kern die was er veel meer. Je had nu veel meer as. Kun je dat zien? Zijn as was veel actiever. Hè? En dus eigenlijk al die beginoefeningen die we doen is op je as gericht. Dat je as steviger wordt, zeg maar. Nou, hier is dan eentje waar ze dit zo uitleggen. Probeer het eens te doen. Dus is zoals je gewend bent. H, nee. En dan hier lekker testen op het moment dat die beweegt. Zien. En daarna echt die twee kanten. En als dat goed gaat, dan doe je het ook met stapje. Hetzelfde gevoel. H, ni, sam, chi. Ja? Doe mijn testen. Ik heb het niet. 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 Ik heb het niet.
Voordat die ene kant tegen die andere gaat, probeer maar eens met deze beweging.
Zeg maar.
die kies voor mijn handen. Ik ga het meteen echt zo voor je langs. Iets? Nee. Voel je nog eens? Thank you.
Ich
Niets. Oké, yes. Hey, je zit heel veel in deze oefening. Wat doe je allemaal bijvoorbeeld? Dat is echt veel voor woorden, maar wat zou bijvoorbeeld. Wat ben je aan het doen tijdens de beweging? Wat zit er binnen? Die opstaan luchten ook. Ja. Ook. Als wij de kiem omhoog gaan maken. Kiem omhoog gaan maken. De kiem is. Eets? Nee. Klopt, ja, dat is belangrijk. Dus het is niet alleen maar zo. Het is eigenlijk geen kiem. Eets? Nee. Nee, dat de kie van de ander mee, ja. De kie omhoog gaan maken. De kie. Je draait hem om. Je draait ook om, hè? Ja. Precies, je draait ook om. Je gaat hem dus niet in een rondje draaien, maar je brengt hem alleen maar vanaf als ik die kant op kijk, breng ik die kant op. Dat is zak. Ja, daarvoor doe ik dat op één lijn. Dus ook kijk nog steeds die kant op. Die kant. Nou. Die kant op. Ja, dus het is niet dat ik hem in een rondje draai. Ik kan alleen veranderen van richting. Zodra die veranderd is van richting, krijgt hij altijd omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Dus die brengt erbij. Maar een van de dingen is dat ik het verander van richting. Dus heb je key, omhoog en omlaag en verander van richting. Nog iets anders? Wat er zit een eredeling in de teko, een armzorg. Ja, precies. Dit noem je ook Irimi Tenkan, zegt dat woord, is echt uitschrijft. Want je doet echt Irimi eerst, die stapt eerst in. En dan ga je Tenkan doen. Dus dat is de Tenkan-stap. Irimi, en dan draai je naar Tenkan. En wat zei je, arm zwaai? Iets. Nee, dus wat je veel ziet is dit. Er gebeurt iets anders opeens. Ga maar eens na. Als je net aan het draaien was, was het dit. Iets. Nee. Is het zo'n gevoel of voelt het anders? Heb je nog wel een gevoel? Ja, dat hij doorslaat. Dat is doorslaat. Ja. Ja. Daar wil ik echt naar kijken, naar een aantal van die elementen. Ik pak kruislijns vast. Dan gaan we niet arm zwaaien erbij, we gaan alleen de as gebruiken. Dus hier, je gaat met de as naast staan. Stap je verder met de as. Dan zie je dat je hem zo in beweging brengt. Ik doe eigenlijk helemaal niks met mijn arm. Ik sleur niet, ik trek niet. Dan doen we correcte beweging. Alleen de reach. Nee. En ik een mediaal erin. Dus ik kom ernaast staan. En ik stap uit. En ik start aan. En ik hem al mee zo en zo versnellen en zo daar naartoe. Dit blijft gewoon bij je as, alsof het geen geven is met je as. Dus niet zo gaan trekken. Je wordt alleen maar zwakker van je verbinding. Dus je as ben je aan het bewegen, zeg maar. Eigenlijk zou je weer zo vast moeten binden, nou, tot hier zo, dat het allemaal zo is. Maar doe dan voor je gevoel. Dus daarnaast, mijn hand hier, stap uit. En ik sluit aan. Omlijnen, stap uit en sluit uit. En daar neem ik eigenlijk wel heel veel mee. Ja, maar ik ben wel heel erg aan het leiden met de ene hand. De andere komt nog. Dus alleen dit stukje is. Thank you.
Zijn voeten staan zo en zijn hoofd gaat hier naartoe. Daar hou je niet lang vol. Hè? Hier zo doorbewegen. Het kan niet anders dan dat hij meekomt. Maar we doen het dynamisch. Dus. Ja, zo. Helemaal niet sleuren en trekken, maar juist als geheel gaan echt ritme erin brengen. Als je dat doet, dan mag je ook dat als ik ritme erin breng, is zijn lichaam beweegt. Weet je nog, gaan we weer elektrisch boeien. En het ritme erin brengen. Dan gebeurt er ook iets in zijn hele kies, zeg maar. Als je zo in gaat stappen, dan haal je het statisch. Ja, dat is wel.
En die as draait en die verplaatst zich naar achter, dus dat zegt helemaal niet allemaal dat soort richtingen. Hier, gedaan. Dat gaat heel weinig moeite. Dus ook als het ook is dat handig als je natuurlijk veel zijn bent, minder bewegen, minder spieren, minder meters maken. Oké, dus nou hebben we alleen maar om de as te draaien gekeken. Wat nou als je dit erbij bent? Hitch. Hitch. Kan je je voorstellen, dus dit had wel heel veel effect. Kan je me voorstellen dat je dit erin brengt? Ja. Wordt echt leuk. Dus dat is eigenlijk wat je erin hebt. Natuurlijk kan je het heel rustig zo begeleiden, maar als je echt die centrifugaal krachten gebruikt in alle richtingen, dan krijg je echt het effect, zeg maar. En dan ook het ding van Steve, die liet het voelen zoals hij dat voorheen deed. Hij moet eigenlijk uit een bepaalde tijd van toen hij dat hij leerling was, en dat is best wel stevig, dat is echt. Ja, niet zoals wij kennen van Kiev, nou ja, het is vooral heel zacht, het is ook heel zacht. Maar het was echt zo ontzettend effectief, dus ja. Je zou bijna
kunnen noemen, maar het was niet hard, maar het is echt gewoon key in volle, volle beweging, vol momentum. En wat je dan kreeg bij deze beweging bijvoorbeeld, was dat dit zo hier. Nou, ik heb nog steeds heel ontzettend van die dingen. Oh, wat voor je zie je, dus ik doe al die dingen dan bij elkaar. En als ik dat doe, je ziet, ik beweeg niet zo heel veel. Ik draai gewoon mijn arse efficiënt en ik doe dit. En dat bij elkaar, nou, je ziet ongeveer wat dan overgebracht wordt in de ander. Ik had het nog nooit zo gevoeld, zeg maar, zo stevig. Want dat zo traint hij zijn mensen gewoon. Dus dat is wel leuk als ze dat doen. Zeg ik in het begin, dan doe ik een kopje doos aan. Nou, en dan kwamen de mensen mee van, je hebt het ook meegemaakt. Zaten ze ook een kopje doos aan. Dat doe ik niet. Gewoon beginners, zeg maar. Je zit gewoon bloed. Ga je dat doen? Zo. Je zit gewoon zo in een key. Dat is anders getraind, zeg maar. Het is gewoon continu, bof, in een key. Alles is met key. Ik denk soms wel eens, oké, met een meer key-gevoeligheid zou het zachter zijn. Maar het is gewoon zijn stijl. Hij is ook type mens, zo. Hij zijn leerlingen zijn. Maar ik bedoel, niet helemaal een beetje gaan parel, maar een aantal niet. Dus ja, dan was het nog wat harder allemaal. En die worden dan langzaam wel zachter. Maar zo'n andere insteek dan bij ons, hè, vanaf het begin zo heel zacht. Ja, dat ken je misschien wel. Ja, dat is wel echt key. Dus het neigt natuurlijk een beetje naar spierkracht bij beginners, maar dat is wel echt heel, heel key. Dus je doet eigenlijk dat je langzaam staat is. Zie je zo mee. Die trek op druk van tevoren. Ja, dus, ja, wat we doen is hier omhoog. Je doet nog steeds dezelfde. Beweeg je met mijn arts. Ik stap ruim uit. En dan gaat het naar beneden. Ja. Dus omhoog. Omlaag bij mijn arts. En omhoog. Je ziet ook niet dat ik dit doe, hè. Mijn arm is niet hier. Als mijn arts gaat draaien, dan is mijn arm bij mijn arts. Ik kan alleen maar zitten in de grond.
Nou, wel niet. Ja, wel niet. Yes.
Ik wacht even. Ja, ik heb het niet.
ik heb een moeite te verleggen. Alleen niet. Nee, dat is niet zo. Ja. Ik voelde op een en voelde ik. Zo, dat is door. Ik voelde heel erg, zou het gelukkig zijn, maar het kan zijn. Ik voelde er echt wel van onderweg. Maar het is zo, dat zou je zeggen. Dat zal een krachtig zijn. Dat is een vraag. In de acties zou je weer draaien. Dat is waar. Dat is waar. Dynamisch is het wel lang nu dat je tenen daartoe gericht zijn, maar dat kan niet bij dynamisch. Dus hier draait hij al iets verder in. En hier draait hij al iets verder door, zodat je door kan naar de volgende richting. Het is gewoon continu. En dan blijft het zich volgen waar je naartoe gaat. Als je dus dit hebt. En als je met de kijkers hoe je uitvoert, soms zie je allemaal extra stapjes, zeg maar. En je ziet bijvoorbeeld de voet aan het einde ook zo staan. Dus daar naartoe gericht bent, terwijl je aan het einde daar naartoe bent. Alleen dat je fysiek naar voren gaat, maar dat laat jou zien waar jij hier richting naartoe gaat. Waarschijnlijk ben je daar naartoe gericht. Als je daar naartoe gericht bent, gaat je voet ook die kant op. Ja, dus
daar alleen maar in de tijd van training om je voet anders te zetten, maar het is dat het geheel, je geheel zeg maar daar naartoe gericht is, daarom staat je voet anders. Ja. Aanloop je ik kan het niet helemaal verbergen. Die Aikido lang gedaan, hè? Die Aikido is dit. Aansluiten, extra long point, dan de extend, long point. Bram wordt ook helemaal blij, Kia hier overleden. Ja. Dus is dat goed hè, dan ben jij dynamiek erin, dat is eigenlijk de bedoeling van het haar, dat je dynamiek in de beweging uitbrengt. Sensei die zegt vaak je gewicht blijft hier zo voor je heel. Hier zo op de grond. Het is bijna gewoon met je voet altijd op de grond. En daarom het sprongetje zo weg. En daarbij zei ik van, sprongetje kan je nog maken als je jong bent. Oh, hij is 80 volgens mij, of hij is 80. Maar dit zei hij al meer dan 10 jaar geleden. Dus dan is het al de tijd om, hè. Zeg maar, spring je niet meer als oudere man. Dus dan blijf je gewoon lopen. Dat is ook gewoon eigenlijk altijd heel... blijf stabiel, zeg maar, zo staan. Snel waar je iets kan doen. Niet echt op je tenen of niet gewoon op je hielen, maar ze zijn hier een beetje net zo voor je hielen blijven. Dus de voeten zijn goed. Kies nou eens een andere partner en dan hetzelfde doen. Diezelfde beweging en dan gewoon met deze stappen zo. Ja? Ik heb er bijna over 100% geval. Nee, precies.
Welke was ze vooral actief? Welke was ze meest actief? Die trekkers. Die? Deze, hè? Ja. De kinderen. Die andere is ook mega effectief, hè? Maar wat doet die dan? Wat doet die andere hand? Vaatwerk. Zo'n onduikbaar uit. Die haalt gewoon mee. Ik ga daar van de toe. Oh, laat die afstand blijven staan, ja? Voor die haar. Je zit hier op die andere. En aan het einde is het een haak, maar daarvoor is het echt iets wat er meepakt. Maar als je kijkt goed naar de beweging, dan gaat die naar beneden, maar die haakt naar de nek. Dus die neemt hem echt zo mee. En dan komt het omhoog en dan komt zeg maar dat hij zo valt. Ik weet niet of dat Joske Zaki was, maar ik heb toch wel eens gevoeld dat hij gewoon met één hand deed. En dan voel je echt de kracht zeg maar, van die. Die andere hand. Het gaat om de kracht, maar om te zien wat hij doet, zeg maar. Want deze, als ik één hand zou doen, komt hij hier omhoog, kom ik laag en omhoog. Hier kan ik al best wel veel doen. Ja? Ja, nee. Als ik die nou niet heb, dan is het zo, maar we raken niet aan. Dan zou ik het hiermee moeten doen. Hier en dan. Ja? Ja. Eén hand. Ik zet hem helemaal in en deze techniek die voelde het echt. Je zag het ook, dus ik heb hem volledig zet hij die techniek in met één hand. Deze gebruik ik niet eens erbij. En dan zie je eigenlijk wat hij doet. Ja, het is eigenlijk die hand, dan zie je gewoon van. Ik moet zo aanhouden en dan kruipt hij hier weer in. Op het moment dat je zo naar beneden gaat met je lichaam naar beneden, je centrum naar beneden, dan neemt hij echt zo mee. Ook weer dicht bij je arts. En dan die al wordt echt meegenomen. En naar beneden, en nou wordt meegenomen. En dan komt hij hier omhoog. En dan heb ik die haak, zeg maar. En dan breng ik hem weer hier naartoe. Ja, dus als je ook in je eentje de techniek doet. Iets. Drie. Iets. Drie. Dan komt hij hier wat uit. Dus ik wil je laten zien dat die andere net zo actief is, zeg maar. Dan eens proberen, gewoon een experimenteer met één hand. 1, 2, 3. Even een meter zelf nog zonder aanraken. Maar hier. En ze doet wel eens dat bij bepaalde dingen, iets zoals hier zeg maar, die hier zo de hand legt. Dan kom ik hier uit, ik zoek echt grip bij hem. Alleen dit vasthouden is wel een beetje lastig, maar wat ik wil, is eigenlijk zijn as. Dus ik vind echt zo hier die as die pakt. Ja? Ik vind dat het eerst wel doen. Als ik hier, ik ben niet aan de ene kant van die as aan het trekken, zeg maar goed zijn. Aan de ene kant van die as, maar je pakt de hele as. Ja? Oké, dat is zo goed. Ik ben niet alleen aan die kant van de as, die ben ik aan het trekken, zeg maar. Pak die hele as. Het is makkelijk, het is net alsof het een hele lange stok is. Het is heel makkelijk om te pakken, als het maar een stukje is, lastig. Als ik die hele stok zo beweeg, ja, dan is dat een stuk makkelijker. Ja. Ik denk net zo van... Ja, je bent een beetje kansloos, best wel kansloos. Ja. Dus het vraagt wat van je fall skill, zeg maar. Kijk maar eens naar wat hij doet. Als hij valt. Hij valt. Ja, als je dat voor elkaar hebt, dan is dat goed. En als je voelt dat het een beetje hapert, dan gewoon even rustig aan. Hoort iemand zeg maar? Nee. Zo zie je maak je eigenlijk met die haak. Je zit allemaal in een verbinding. Hmm. En verder doe je die haak niks, omdat je wegstapt of je as gebruikt. Ja, dat is het allemaal mee. Ja, dus je moet niet gaan trekken aan die nee. In de techniek is iets anders, maar wat ik nu doe is wel dit zo. Hier contact maken dan eigenlijk. Ja, goed ja. Nou, als ik het gevoel moet zijn dat ik die kant op beweeg. Dus het gaat zeg maar die kant op. Het gaat die kant op. En het gaat naar beneden. Het gaat die kant op. Ja, dat is op zich. Dan denk ik aan wat je doet zo. Je mag zo'n tekje aan. Ja. Ja, dan contact maken en dan stapt
met z'n assen achter. Ja. Ja, dus dat is een beetje ook een opbouw die je erbij kan maken. Maar wat ik eigenlijk wil, mee wil dat je dit echt gaat oefenen. En dat je dus gaat leren van het gevoel van deze hand. Kijk. Dat is goed, mensen, dat je hier op dat je gaat voelen hoe dat zit, zeg maar. We beginnen gewoon een beetje met je naast elkaar. Je kan naar beneden duwen of naar achter trekken, maar doe je die as zo te bewegen. Dat je mijn speler, dus die hand gaat leren herkennen. Zo, dat is een cute kaartje. Ja, 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 dat is een cute kaartje. Zo? Dat is wel. Ja, ik denk dat ik pas zo moet. Dat ik ook niet zat in de bioscoop. Is het wat anders te pakken? Ja, jongen. Ik wil gewoon even pakken. Dat is Ja,
hars in mijn elleboog aan de binnen. En ik zoek net op bij je. De laatste. Ja, ik wil het zeggen. Ja, ik wil het zeggen. Ja, ik wil het zeggen. Ja, ik Ja, maar ik voel je ook anders, ja. Hè? Ja. Ik
assistentie recht. Ja, ik moet die van hem. Okay. Dit kan niet wel begaan. Sprongetjes maken. Ja, dat is
gevoel, dat heb ik ook een paar keer gehad, maar het is vrijheid, maar je wordt ook, je vliegt niet uit een baan waarin je weet wat er gebeurt. Dus het voelt gecontroleerd, maar het voelt ook heel vrij. Dus ja, precies. Het is heel gericht, heel mooi. Dat is een kogel uit een loop, die gaat gewoon in je richting van je loop. En dat doe je eigenlijk ook in je techniek. Alleen hier is het heel duidelijk geprojecteerd waar je allemaal naartoe gaat. Ja, leuk is dat, ja. Een paar dingen eigenlijk. Door die flow die erin komt door het dynamische, lukt het niet altijd. Maar dat is dat je weer om de beweging nog klaar kan houden. Dus ik zei natuurlijk niet dat die slijten. En dat je ook eigenlijk onder die rol op kan je de beweging kwijt halen. Dat is wel heel zoek, hoe klein en hoe groot. Dus dat is wel herkenbaar. En op een gegeven moment een paar keer zoeken bij je een meeting met je bent ook nou, dat je op een gegeven moment je eigen as herkent, zeg maar, als hoeken zijn. En dat moet niet heel veel iedere maar dat is wel bijzonder. Ja. Als hoek ook je as ervaren. Als je gewoon in je as draait, valt het allemaal wel mee. Ja. En dan gaat die as wandelen en een rondje lopen, dat is allemaal heel spannend. Dan krijg je eigenlijk dat de baan niet zo helder is. Ja. Als de as gewoon draait, eigenlijk zie je wel vaak, zie je gewoon dat dit is, zie je. En dat is eigenlijk in de baan wat er gebeurt. Dus die as is omgedraaid en naar beneden gebracht. Maar als je een rondje gaat nemen. Dat je bedoelt, zeg maar, dat je as voelt. Mooi, ja. En voor de ander is dat lekker dan nagen. Je voet die kan ook nog makkelijker bewegen met de andere. Op zich maakt het niet uit. Als je allemaal extra bewegingen doet, maakt niet zoveel uit. Want we maken het zeker met deze manier van uitvoeren, neemt je hem gewoon mee. Het is ook bulldozer, zeg maar. Alle spierkracht en alle andere richtingen. Bulldozer die gewoon mee en dat projecteert hij naar je kant. Maar het is gewoon fijn als je die harmonie weer terugvoelt, als ook als Oeke dat die ontspanning komt. En dat die gewoon gericht meegaat. Net met Draxen zei ik het ook, er komt zoveel kracht vrij eigenlijk. En het enige wat je kan doen is extend key. He, dus je wordt meegenomen, gewoon gelijk extenden waar je voelt waar die key naartoe gaat. En full op extenden, zeg maar. Dat is eigenlijk je redding. Dat is de veiligheid. Je creëert voor jezelf. Ik denk wij zijn een vliegtuig, zeg maar, als hier dan. Op zee geland is of zo, komt er zo'n landingsbaan uit, zo'n opblaasbare dingen. Zoiets is het. Je creëert gewoon iets voor jezelf door extend key en daar kan je dan overheen gaan. En nu denk ik, ja, zo'n superhero met dat ijs zeg maar. En dan glijd ik zo erachteraan over dat ijs. Kijk dat? Superhero loopt. Dat is mijn levenswereld. Zoiets is het. En dan ga je zo erachteraan zeg maar. Dus je creëert extend key. Dus je kan helemaal goed erachteraan gaan. Als het opeens gebeurt zo. Dan voel ik ook mijn gewrichten ook allemaal loskomen van elkaar. Ook in mijn rug. Maar extensie, dan kan je gewoon meteen meegaan in die richting. Dus dat is je veilige baan ook. En dat is je veiligheid. Dat zei Marianne Sensei, zoals met O-Sensei. Ik weet niet wat ik er moet doen. Gewoon mijn extend key. Dat is het enige wat hij deed. Extensie en verder maar zien wat O-Sensei met hem deed. Ik wist niet wat hij ging doen, maar gewoon extend key. Ja, dat is wel mooi. Dat is nu ook wel veel meer ook een key aanhalen. Dat we nu gaan doen. Dan creëer je ook weer iets waar jij mee associeert.
je Shinkai. Ik ben zelf geest. Ik ben zelf geest. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Ook als iets mij tegen zit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ook als iets mij tegen zit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk. Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Zaterdag hebben we het seminar met Toby Vogel, Kia Aikido. Kia Aikido Arno 2016. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Uitgestapt. En we zijn dan volgens mij meegenomen, maar ja, toch echt onze eigen weg gegaan. Dus ja, hij heeft zich ook ontwikkeld. Hij is echt Kia Aikido gaan doen. Ja, toen is de zaakje stopte met de Kia Society. Toen zijn zij naar Tohai gegaan. Toen is het dus de docent op dit. Dus ik ben wel benieuwd. Hij gaat ook naar Japan, naar de Dojo, waar hij les krijgt van de zoon van Tohai. Dus ja, het is wel waar die komt. Dus kom al. Iedereen weet natuurlijk al of het in zijn agenda past of niet. Ik denk dat er iets in mijn niet helemaal. Is het 3:30? 4:30. Ja, 2 keer 2 uur met 1,5 uur pauze. Wat krijg je? Met de kids, ja. Ja, die had er ook zin in. Verder, hoe is dat weer? Ik heb niet veel meer te liggen. Jullie nog iets? Nog eens, de beste snel. Ging snel? Waar ging je nu uit op? Kijk, het zegt wel vaker, het is mooi om dankbaarheid te ervaren. Ja, als je groeit aan het eind, dan zijn we richting Osense, dat we. Meegesproken is met Aikido en Marion Sensei, dat die ons ook heel veel gelijk heeft met allerlei leraren en meesters op dat pad. Ik doe mijn stuk erin aan de leraren. En jullie naar elkaar toe, en zit ik met elkaar in de oefeningen. Dat zijn de grootste leraren, heel concreet op de mat ook. Dat het hart open is, dat de intentie er is om elkaar te helpen, dat is natuurlijk wel heel mooi. Dus dan kan je misschien nog afstemmen. Het is ook een subtiel gevoel, maar dat het fijn is, dat het prettig is om het te delen en te ontvangen. Vanuit daar zeggen we, laat ik dat ook wel zijn maar staan. Ja, ik ga onder leiding van de